Het geheim van de kok scheelt een borrel op een slok. Dat is het geheim van Alberdingk Tijn. Dat is het geheim van de kok, Alberdingk Tijn. Vandaag een recept voor vogelnessies. Nou zijn de aanstellers die laten vogelnessies van een tropische zeezwaluw naar Nederland komen. Die beestjes die maken nesten van een speciaal soort klei en dat vermengd met hun speeksel, dat schijnt dan een delicatesse te zijn. Die lui die denken zeker, wat van ver komt is lekker. Alsof er in Nederland geen vogelnessies zijn. Reigernesten bijvoorbeeld. Het sterft ervan. Het stikt, het wemelt en het krioelt van de reigersnesten. Er is in Nederland een ware reigerplaag. Je kan niet eens ergens rustig zitten vissen of er staat er weer zo'n joekel van een reiger naast je. Die ook nog beet roept als je dobbertje ondergaat. En je hoeft ook niet te proberen om een rietvorn of je snoekbaarsie van de haak af te halen, want dat doet meneer de reiger wel voor je. En hij vreet hem ook nog op waar je bij staat. Reigers, praat me er niet van. Vandaag daarom een recept voor reigernesten. Dan zal je misschien zeggen, ja maar een reigernest dat is toch een ordeloze verzameling takken? Inderdaad, een normaal nest bouwen, daar is een reiger te beroerd voor. Hij gooit gewoon wat takken op een hoop en dat is dan zijn nest. Toch is het voor een goede kok een koud kunstje om ook van een reigernest nog een lekkernij te maken. Het kan immers in de frituur. En alles wat je frituurt wordt lekker, dat is een bekend feit. Is er iets smakeloos of oneetbaar, gooi het in de frituur en het is meteen knapperig en overheerlijk. Dus ook reigernesten. Nou moet je natuurlijk niet een te klein frituurpannetje nemen. Doe het reigernest in zijn geheel in de pan en laat het 40 à 50 minuten frituren. En ik verzeker je, zoiets heb je nog nooit gegeten. Ik heb het zelf gisteren geprobeerd.